Vandaag combineer bestaande audioproducten met Sonos met de Sonos Port. Een nieuw product van Sonos gaan we het vandaag over hebben. De Sonos Port. Een klein kastje dat is bedoeld om bestaande audioapparatuur en dan voornamelijk analoge apparatuur te verbinden met al dat moois wat Sonos in de digitale wereld te bieden heeft. Nou, is die Sonos Port niet bepaald het eerste Sonos product wat we dit jaar in onze video's bespreken. We hebben aardig wat Sonos voorbij zien komen. En niet zonder reden, want wij zijn redelijk enthousiast over Sonos, maar het is sowieso erg populair. Ja, het Sonos ecosysteem, en voor de duidelijkheid, het is om streaming muziek door heel je huis heen te krijgen. Ze hebben verschillende losse speakers, bijvoorbeeld de Sonos One, dat is de goedkoopste. Inmiddels zijn er ook IKEA Sonos producten die via hetzelfde ecosysteem werken. Maar ook soundbars voor bij je televisie, eigenlijk van alles. En het fijne aan het Sonos systeem, althans wat ik en wat veel mensen kunnen waarderen, is het gemak waarmee je het kan inrichten. Dus het aansluiten is allemaal relatief eenvoudig. Ja, iedereen snapt dit. Iedereen snapt dit. Het is gewoon letterlijk in de app wat stapjes doorlopen en dat kan eigenlijk niet fout gaan. En ook het feit dat je zo'n beetje elke muziekdienst eraan kan koppelen. Dus niet alleen Spotify, wat we allemaal kennen, of bijvoorbeeld Google Play Music, wat iets minder populair is, maar echt bedenk het. En ook aan Deezer, Tidal, Pandora, alles werkt ermee. Ja, en dus ook je lokale audio kan je afspelen. Ja. Dus het is gewoon en dat allemaal dus vanuit die ene Sonos app. Dus je hebt niet 5 apps nodig om het allemaal te doen. Het werkt allemaal zeer gebruiksvriendelijk en gewoon goed. En allemaal niet goedkoop. Maar wel gewoon kloppend qua geluidskwaliteit. Precies. Nou, dan nu die Port. Het is een kastje. Het is de opvolger van de Sonos Connect. Maar dat is ook, laten we het vriendelijk zeggen, niet het meest bekende Sonos product. Dus laten we maar eens eventjes beginnen met, wat is dit eigenlijk? Het is een klein kastje, maar aan de achterkant aardig wat aansluitingen. Ja, met name als je gaat kijken analoge in- en uitgangen. Want daar is dit apparaat voor bedoeld. Hij is bedoeld om een bestaande geluidsinstallatie, dus bijvoorbeeld een normale receiver app of een normale stereoversterker, om die in je Sonos systeem op te nemen. Dus er zit hier een line level uitgang op, waarbij je kan kiezen of je die fixed wil instellen. Dus echt op line niveau, of dat je hem variabel wil hebben, waarbij je dus via de app je volume kan aanpassen. Ja. En daarmee kan je dus gewoon alles wat je met Sonos kan, dan via je ouderwetse tussen aanhalingstekens analoge apparatuur doen. Dus stel je hebt gewoon echt een goede topklasse versterker staan met dito speakers, je sluit dit ding erop aan en je hebt dus al dat voordeel van de Sonos app en al die digitale diensten, maar dan de geluidskwaliteit van jouw high-end speakers. Het hoeft niet eens high-end te zijn, maar ik bedoel, die Sonos speakers zijn natuurlijk echt losse apparaten die klinken goed, maar als je gewoon een goede stereo-installatie hebt, kan het beter. Dus het hoeft niet eens super high-end te zijn. Maar als je gewoon zegt, ik wil mijn bestaande installatie, daar wil ik het gemak van mijn Sonos, omdat ik wellicht in de keuken of op mijn werkkamer ook al Sonos speakers heb, ik wil dat gewoon in hetzelfde ecosysteem hebben, dan kan dat met een apparaat zoals de Port. Ja. Er zit ook nog een digitale SPDIF-uitgang op. Overigens een optische uitgang, dat mist wat zijn voorganger wel had. Dus als je dat graag wil, dan is dit niet het product. Maar wat we ook zien, zijn analoge ingangen op lijnniveau. En dat is wel aardig. Sonos zegt zelf, dat is bedoeld om bijvoorbeeld een platenspeler aan te sluiten. Vinyl is weer helemaal in opkomst. Ja. Moet er overigens wel een kleine kanttekening bij plaatsen, want zijn dus line level ingangen en geen fono. Dus er zit geen platenspeler voor versterking. Dus je moet ofwel een platenspeler hebben die op line uitgang analoog uitstuurt, of nog wel weer een platenspeler voor versterker ertussen zetten. Maar als je dat hebt, is dus het idee dat je die platenspeler of welk ander analoog audioapparaat dan ook hierop aansluit en dan kun je het geluid daarvan weer via het Sonos netwerk dus op alle speakers in je huis laat klinken. Ja, want als je dus meerdere speakers heb, ook bijvoorbeeld op zolder, dan kan je dus alsnog het geluid van het analoge apparaat door heel je huis doen. Wat overigens niet de bedoeling is, want veel mensen denken ook, het is dan misschien handig om een tv-geluid over mijn Sonos installatie te doen. Dat is eigenlijk niet zo erg handig, want er zit wel iets van latency op, ongeveer 70 milliseconden. Dus voor lipsync is dat niet ideaal. Wat nog wel een aardige is de kleine connector hier. Er zit een 12 volt een spanningsuitgang op en die gaat aan als er geluid is, en die kun je gebruiken om een externe versterker automatisch aan te laten schakelen. Ja, als je een versterker of een receiver hebt met triggeringang, dat zien we op veel apparatuur, en zeker op professionele apparatuur, dan kun je dat dus inderdaad gebruiken om die aan- en uitschakelen, zodat die niet continu eigenlijk aan en dus stroomverbruik aan te hoeven hebben. Het apparaat zelf, die port gebruikt ongeveer 3,5 watt als die in standby staat, dus dat is wel wat je continu verbruikt. En als we dan nog even vergelijken met zijn voorganger, de verbeteringen waarvan Sonos zelf zegt, er zit een betere DA-converter in, dus hij klinkt analoog wat beter. Dan moet ik zeggen, die oude heb ik niet, dus ik heb geen AB-test kunnen doen. Moet wel zeggen, wat ik hiervan heb kunnen beluisteren, is dat het gewoon, klinkt gewoon uitstekend. Maar wij zijn geen audiofielen die de kleinste details wat dat betreft menen te horen. Duidelijk niet bezuinigd op de onderdelen. Nee, de DA-converter dus van de analoge uitgangen klinkt goed. De digitale uitgang vind ik lastig te beoordelen, ben ik heel eerlijk in. Er zijn mensen die daar alleen mening over hebben, dat vind ik wat lastiger. Ja. En een ander punt wat deze ook ondersteunt is AirPlay 2. Dus je kan vanaf een iOS-device, vanaf een modern iOS-device ook direct hierheen streamen. Ja, en in de lijst kom ik ook tegen Works with Alexa en Google Assistant.
Maar er zal toch geen microfoon in dit kastje zelf zitten. Het is dus ook Works With, dus je kan hem aansturen via. Dus het is niet, dat kan, als je bijvoorbeeld een Google Home hebt, kan je dus via je Google Home een spraakcommando geven en dan muziek op dit apparaat laten afspelen. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd, het is dus de opvolger van die Connect. Een kastje wat al een paar jaar op de markt is en dus eigenlijk hetzelfde doel had, namelijk ervoor zorgen dat je Sonos kon gebruiken in combinatie met een bestaande versterker en je bestaande speakers. Alleen als wij kijken naar de prijs, dus Sonos Connect koop je voor zo'n €280. Toen die net op de markt kwam was hij ietsje duurder. Ja, 350, maar toch. Deze kost €450. Dat is wel een aardig prijsverschil. Ja, en ik vind het sowieso, bedoel, Sonos, je zei het al in het begin, het is nooit goedkoop. Maar ik vind dit wel redelijk aan de prijs, als ik eerlijk ben. Want je hebt bijvoorbeeld ook die Amp. Dat is het apparaat dat min of meer dezelfde functionaliteit, alleen dan met een ingebouwde versterker. Dus geen lijnniveau uit, maar waar je direct luidsprekers op kan aansluiten. Die kost maar ongeveer €100 meer. En ik vind €450 voor dit apparaat, ik vind het best een bak geld. Zeker als je het vergelijkt dus met zijn voorganger, waarvan die mogelijk dus iets minder klinkt. Hè. Ik vind het zelf lastig te interpreteren nogmaals. Maar ik vind €450, het is aan de prijs. Uiteindelijk als je kijkt wat hierin zit. Er zit een netwerkchip in en er zit een DSP in en wat DA-converters. Ja, en die zijn AD natuurlijk. Ja. Dat is allemaal niet gratis, maar de bill of materials van dit ding zal niet extreem zijn. Nee, dat is in ieder geval hoe ik het inschat. Ik vind het lastig. We hebben het niet opengemaakt. Ik weet ook niet wat voor DA-converter erin zit, voor de duidelijkheid. Ik krijg het ook niet gegoogeld. De specs die ze zelf opgeven, hè, dus de technische informatie is ook zeer sumier. Dus dat durf ik ook weinig over te zeggen. Maar ja, nogmaals, het is dus echt een fijnwerkend product. Ik heb hem hier gebruikt, ik heb hem thuis gebruikt. Het werkt als een trein allemaal, klinkt als een klok. Maar ja, de prijs is wat mij betreft zeker niet laag. Duidelijk. Tot zover onze review van de Sonos Sport. Kon je onze review waarderen? Geef ons een like op YouTube. Ben je nog steeds niet geabonneerd op ons kanaal? Doe het nu even snel en druk op die bel. Want dan weet je het zeker. Iedere maandag, woensdag en vrijdag nieuwe video's van Hardware Info op je timeline. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.